Yes, dames en heren, welkom bij deze video. Vanmorgen heb ik een video geplaatst over Ronald Bernard. En ik heb ook gevraagd op de chat en ook op Onopgelost zelf wat jullie van deze video vinden en wat jullie opvalt. En ik ga vandaag daar toch even een stukje over behandelen. Want toen ik een paar jaar geleden deze video zag, eigenlijk vanaf het moment dat ik de video instartte, bekroop mij een gevoel van er klopt hier iets niet. En eigenlijk als je dan gaat kijken naar vooral het stukje waarin hij praat over kinderoffers, hè, dat stuk duurt een half uur, dat heb ik ook geplaatst, daar begint het al heel vreemd. Want hij heeft het over een meneer die hem in die wereld heeft getrokken, dan wordt het ineens een mevrouw. Dan is het toch weer een meneer. Kijk dat stuk nog eens. Vooral het beginstuk. Maar ook als je verder in deze video gaat kijken. Je hebt het over Bernard die op een gegeven moment zegt van. Ik ben lid geworden van een groep. En ik heb een contract moeten tekenen. Een zwijgcontract. Zodat ik ook nooit tot mijn dood namen zou noemen. Maar ik heb dit contract niet hoeven tekenen in bloed. Maar over welk contract hebben we het dan wel? Immers, aldus Ronald Bernard zelf, is hij geen satanist en ook nooit satanist geweest. En alleen satanisten tekenen een dergelijk zwijgcontract. En dat roept vragen op. Dan stelt Ronald dat hij regelmatig bij klanten langskwam die dan satanische bijeenkomsten hadden, satanische kerkdiensten. En daar kwam hij dan zo nu en dan binnenvallen. Het satanisme in Nederland en de satanische kerken, die hebben een beperkt aantal leden. En tussen dat ledenaantal kom je niet bij. Ze willen geen outsiders. Al ben je iemand die een loopjongen is en niet lid is van de club, dan ben je niet welkom. Maar deze Ronald Bernard stelt dat hij te pas en onpas daar binnen kon lopen. En dan moet je aan het denken zetten. Verder zegt Ronald Bernard zelf nooit aanwezig geweest te zijn bij kinderoffers. Maar ook daar ga ik jullie goed aan het denken zetten. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij is gevraagd voor het offeren van kinderen in het buitenland. Waarom specifiek in het buitenland? Want dit gebeurt ook in Nederland. Is dat om een afleiding te creëren, zodat we met z'n allen niet in Nederland gaan zoeken, maar in het buitenland? Verder is het zo, dat als je kijkt naar zijn reactie op het moment dat hij praat over kinderoffers, hij een totale dissociatie vertoont. Oftewel dis. Hij begint te bibberen, te huilen. En ik herken deze reactie uit duizenden. En dat is vaak de reactie van mensen die zeer ernstig getraumatiseerd zijn door dingen die ze of gedaan of gezien hebben. Voor mij roept het de vraag op, is Ronald Bernard nu inderdaad gevraagd en is dat een breekpunt geweest? Of is hij erbij geweest? Want als ik kijk naar zijn reactie, dan komt bij mij eigenlijk direct door dat ik denk, deze man is hierbij geweest. Dat kan niet anders. Hij reageert daar zo heftig op. Dat hij moet hier meer van af weten. Dat is eigenlijk het eerste wat het in mij oproept. En zo zijn er heel veel dingen in deze video. Hij heeft het over het stoffelijke en het onstoffelijke. Uitspraken die satanisten doen. Geen christenen. Hij heeft het over een hogere vorm, ben even kwijt hoe hij dat dan precies noemt. Maar echt het goddelijke en Jezus Christus kan hij niet benoemen. Dat is ook een van de kenmerken van satanisten. Het niet kunnen benoemen van Jezus Christus als redder en verlosser. En dat moet je aan het denken zetten. En dan het stuk over dat hij zegt, als de wereld eens zou weten hoe het allemaal echt in elkaar zat,
En dan heeft hij het over van alles en nog wat. Maar hoe kan je dat nou zeggen? Want eigenlijk zeg je gewoon tegen mensen, joh, er is hier een weiland. En als jij weet wat er allemaal op dat weiland gebeurt en wie daarmee te maken heeft. Maar ik ga je niet vertellen waar dat weiland ligt. Ik ga je niet vertellen waar je moet zoeken. En ik ga je niet vertellen welke mensen daarmee te maken hebben. Maar je zou het eens moeten weten. En dan het noemen van namen. Ronald Bernard, als je deze video kijkt. Er worden zoveel namen genoemd door slachtoffers. Jij zegt dat je tot geloof gekomen bent. En dat je gelooft in God. Dan snap ik niet wat je tegenhoudt om dit open te breken. Want waar ik echt vraagtekens bij heb, is dat je terug bent gegaan in een soortement van financiële wereld. Dat is bijna vergelijkbaar dat Pablo Escobar, toen hij nog leefde, tot geloof was gekomen, uit de cocaïnehandel stapte en in Jezus' naam terug zou stappen in de cocaïnehandel. En zou zeggen, ja, maar nu doe ik het goed. Ik betaal de mensen die de cocaïne maken goed geld. Ik doe het allemaal netjes met distributie. Ik doe het allemaal eerlijk. Geld blijft kabal. Daar zal nooit iets aan veranderen. Valuta is kabal. Goud en zilver is kabal. Al maak je er nog zoiets moois van. De top van de piramide. Net als edelstenen, edelmetalen, diamanten. Alles komt van deze selecte groep. En toch vind ik je weer terug in deze groep. En ik vraag me af, hoe kan dat? Want als je echt tot geloof komt, net als ik. Ik zat in de criminaliteit. Ik kom tot geloof. En ik heb dat volledig de rug toegekeerd. Het zou toch onverkoopbaar zijn als ik terug de criminaliteit in zou gaan. En zeggen, ja, ik ga dat doen om Jezus Christus te verkondigen. Dat klopt niet. En zo zijn er heel veel dingen in jouw verhaal die steeds meer vragen oproepen. Ook dat je zegt, ik ga nu niet dit vertellen. Ik ga daar nu geen antwoord op geven. Maar we zijn jaren verder. En ik denk dat je ook nooit van plan bent geweest om dat te doen. Je vraagt nog steeds grof geld voor volle zalen om lezingen te geven. Je bent er niet slechter van geworden, Ronald. En dat begrijp ik niet. Het lijkt erop, daar komt iemand aan, het lijkt erop dat geld nog steeds jouw drijfveer is. In een wereld waarvan jij hebt gezegd dat deze wereld door en door verrot is. De geld van valuta en het grote geld, zoals je het zelf noemt. Ronald, ik zou heel graag een keer met jou om de tafel willen. Om jouw kant van het verhaal te horen. Want zoals je het verhaal nu vertelt, klopt het niet. Je hebt het over het feit dat je bent meegenomen. Hè, voor een bepaalde periode dat je bent gemarteld. Maar tegelijkertijd vertel je over martelpraktijken die plaatsvonden. En als je daar nu op terugkijkt, dat ze toen al plaatsvonden. Contradicties. Je gaat echt van contradicties. Je bent door een man binnengehaald, toch een vrouw, nee, toch een man. Je had een zwijgcontract, je kan geen namen noemen, maar je wil wel dit zeggen. Je hebt het over kinderoffers in buitenland, je bent er niet bij geweest, maar je breekt alsof je erbij bent geweest. Want beste Ronald, als mijn buurvrouw tegen mij zegt, Johan, ga je mee? Om kinderoffers te doen. Dan denk ik bij mezelf, je bent gestoord, ik ga er alles aan doen om dit te stoppen. Maar dan breek ik niet alsof ik erbij ben geweest. En weet je, Ronald, voor mij is dit ook persoonlijk. Omdat de periode die jij beschrijft, ongeveer ook de periode is dat ik op de krappe bossen zat. Dat wil zeggen dat de mensen die jij kent, mogelijk betrokken zijn geweest bij mijn misbruik. Bij de jachtpartijen waar ik bij ben geweest. En wat ik
ook onverteerbaar vind, is dat jij zwijgt, waardoor er nog steeds slachtoffers gemaakt kunnen worden. En dat hele riedeltje over dat je misschien dan gevaar loopt, Ronald, dat wist je toen je je inliet met deze mensen. Je wist dat ze in staat waren mensen zelfmoord te laten plegen, het over lijken te gaan, alles om het grote geld. En om dan nu als christen te zeggen, ik hou mij aan mijn zwijgcontract, betekent dat jij je nog steeds laat chanteren en niet vrij bent. En als je niet vrij bent, dan dien je twee heren. Dat is ook wat de Bijbel zegt. En je kan niet twee heren dienen, het goede en het kwade. Je dient of het goede of het kwade. En het feit dat jij geen rust vindt in je leven is heel makkelijk te verklaren. Namelijk, je sluit het niet af. Je geeft geen openheid van zaken. En Ronald, ik wil jou vragen, en ik heb je op meerdere keren geprobeerd te benaderen en dat is niet gelukt. Ik wil heel graag met jou in contact komen om het echte verhaal te horen. Trek je niks aan van wat ze tegen jou gezegd hebben, welke bedreigingen ze geuit hebben. Ronald, loop eens een dag in mijn leven. En ik loop dit leven ook nog steeds. Ik heb een bodywarmer aan. Ik draag geen kogel meer in het vest. Ronald, het is net hoe je je voelt en hoe je je laat intimideren. Jij hebt antwoorden op vragen voor slachtoffers die recht hebben op de waarheid. Recht hebben op de namen die hun hun onrecht hebben aangedaan. Die hun misbruikt hebben. Die hun baby's vermoord hebben. Hun kinderen, hun zonen, hun dochters. Ze hebben recht om te weten welke locaties in Nederland, welke locaties in het buitenland. Het verhaal, Ronald, wat jij vertelt, klopt niet. Maar als broeder, omdat ik zelf ben ook christen, ik ben een trots christen. Als broeder wil ik je de kans geven om je paden recht te trekken. Om de waarheid te vertellen. Waardoor je vrij kan komen, Ronald. Ronald, alsjeblieft, neem contact op met mij. Zodat we er samen over kunnen praten.